Hele leuke school. Het ziet er heel ouderwets uit van buiten. Maar van binnen was het een vrije school. Je kon heel erg veel. Ik heb ook erg veel gedaan. En een school waar ik met erg veel plezier terugkom. Een van de redenen waarom ik geschiedenis ben gaan studeren, maatschappijgeschiedenis in Rotterdam, was omdat we hier zo'n leuke maatschappijleraar hadden. En die hoop ik straks ook even te ontmoeten. Dat vind ik ook. We waren op zoek naar u. Het was ook, een maatschappijleer was pionier. Het was voor het eerst dat dat vak werd gegeven. En hij was erg aan het zoeken van hoe moet je dat nou doen. En wij zochten mee en we maakten er een gezellige boel van. En ik heb er gewoon veel geleerd. Nou, er zit de lerarenkamer in studies. Ja, dan mocht ik vroeger nooit komen. Nee, precies. En dan mag ik vroeger nooit komen. Je gaat die verkiezingen in en dat is volgens mij nog steeds wel zo om te winnen. Daar gaat iedereen die verkiezingen mee in. Net zoals voor de SP ook, is natuurlijk, die staan ook al tijdenlang natuurlijk op veel lager, nu 25 zetels. Nu staan in de peiling ook rond de 10 zetels iedere keer. Maar goed, dan blijf je toch uitstralen van je wilt winnen. Iedereen wil winnen. 13 hè? Het was ook 8 geweest, nu 13. Nee, maar dat is hartstikke goed. Ik luister al met één oor mee. Nee, maar dat is ook heel goed. Zeker als CDA. Nee, maar Emiel Roemer heeft hier hartstikke goed gedaan bij het debat met jullie afslag. Als wij een kennissamenleving willen, als wij willen concurreren met andere landen, dan zullen onze jongeren goed opgeleid moeten worden. En het allerdomste wat je kan doen, is de studiefinanciering afpakken. Politici die dat verzonnen hebben, die zouden nog eens terug moeten naar school. Ik kom ook uit een gezin, we hadden niet zoveel geld. En als ik 25.000 euro had moeten lenen, dan was ik nooit gaan studeren. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Blijf af van je studiefinanciering en de SP gaat ook de aanvullende beurs verhogen, zodat ook mensen met minder geld kunnen studeren. Oké, wie is daarmee eens? Wij vinden absoluut dat de basisbeurs moet blijven, maar daarnaast vinden we dus ook dat de kwaliteit omhoog moet. En dus moet er overal geïnvesteerd worden in onderwijs. Punt. Je kan niet studenten bang maken en vervolgens onderzoek doen met tendentieuze vragen. Mevrouw Rotheim, we willen investeren in het onderwijs. Met D66 staan we top, SP doet er ook het een en ander aan. We hebben daar een aantal maatregelen voor die niet uit te leggen zijn. Waarom moet de studiefinanciering worden afgepakt van de jongeren? Waarom moeten ouderen langer werken? Waarom moeten mensen eerder ontslagen worden? Dat heeft ermee te maken dat het crisis is. Hoe is die crisis ontstaan? Door bankiers die niet deugen. Door managers die niet deugen, door speculanten die niet deugen en door rechtse politici die het allemaal hebben laten gebeuren. En laat je alsjeblieft niet bang maken, het hoeft helemaal niet van de economie en het hoeft niet van de crisis om alle sociale zekerheid af te breken. En zeker niet de studiefinanciering. Zegt u er gelijk bij, dat u in staat bent? Allochtone jongeren zijn ook Nederlanders en geen gasten. U heeft zich als gasten gedragen en als u dat niet doet en toch vindt dat u criminaliteit moet plegen, geen bijdrage wil leveren aan deze maatschappij, zich niet wil houden aan de Nederlandse waarden en normen, dan is wat ons betreft in ieder geval daar het gat van de deur. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen als land. Er zijn namelijk ook heel veel autochtonen die zeggen, daar hebben we niet zoveel zin in. Doen we die ook allemaal weg dan? Dat is pure discriminatie. Je moet kijken naar waar komt dat probleem vandaan. Je moet mensen bij elkaar brengen en als je mensen bij elkaar brengt, dan blijkt dat mensen eigenlijk wel deugen als ze maar contact met elkaar hebben. Als mensen geen contact met elkaar hebben, dan wordt het moeilijk. En wat de PVV doet, is een groep apart zetten en voortdurend op de ziel trappen. Dat is echt de oplossing. Oké, dankjewel. Voor linkse kiezers is Emiel Roemer een rots in de branding.